Hebben jullie daar ook een plan voor, een marketingplan? Van hoe we hebben een langlopend contract met ESA. Hè? Dus wij hebben de opdracht aanvaard om 40 start-ups per 4 jaar te selecteren. Mm-hmm. En om te zorgen dat de toepassing van data en ruimtevaarttechnologie dus bij een groot publiek bekend wordt. En die 40 haal je dat? Die 40 halen wij wel in 4 jaar, ja. En ja. Hoe benader je die dan? Die via universiteiten, via netwerken, via bijeenkomsten zoals dit bijvoorbeeld. Mm-hmm. En als we geïnteresseerden hebben, die screenen we vooraf, dan vallen er al heel veel af. Ja, waarom? Omdat de ruimtevaartlink niet hard genoeg is, of niet concreet genoeg is. Of dat we geen vertrouwen hebben in de ondernemerskwaliteiten zelf. Okay. Dus wij screenen niet alleen op technologie, maar ook op het team van ondernemers, de volwassenheid van de ondernemer. Dus ja, onze doelstelling is om succesvolle bedrijven of om bedrijven af te leveren. Dus ook een minimale omzet is daaraan gekoppeld? Nee, er is geen minimale omzet aan gekoppeld, maar de kans van overleven willen wij wel zo hoog mogelijk inschatten. En kijken waar we specifiek bij kunnen sturen.